vandaag met een hartig recept. Vorige week hebben we het zoet gemaakt. Vandaag gaan we een chavado-snack maken. En een chavado-snack wordt gemaakt van glutenvrije maïs-cornflakes. Die gaan we met hartige kruiden op smaak brengen. Die kun je daarna bewaren. Gewoon in een pot waar je appelmoes of je pasta saus of wat er ook in heeft gezeten. En deze chavado-snack is heel lekker om 's avonds bij de tv te eten. Of tegen uur 4 als je even honger hebt. In plaats van chips of iets anders, minder gezonds wat je dan zou pakken. Dus deze is echt een aanrader om te maken. Zo ongeveer een week houdbaar in de pot. Maar als ik hem hier thuis maak, zolang redt hij dat absoluut niet. Nou, wat gaan we doen? Een koekenpan, die zetten we aan. Even kijken, ik doe een heel klein beetje olie in. En wat ik ga doen, ik ga de kruiden die ik ga gebruiken, dat zijn er best veel, want dat zijn de smaakmakers, die ga ik even verwarmen. Door het verwarmen van de kurkuma, het verwarmen van de curry, van het korianderzaad en de sesamzaadjes, breng ik namelijk smaak aan. Doe ik dat niet, doe ik die kruiden niet verhitten. En dat geldt ook voor een nootmuskaat, een kruidnagel, een laurierblad. Dan geven ze eigenlijk bijna geen smaken af. Dus het is heel belangrijk om dat soort kruiden even warmte te geven. Nou, we gaan beginnen met mosterd, zaad, geel mosterdzaad. Dit gaat ook ploppen, dus dat is altijd heel grappig. Hoeveel je van alles doet, ja, dat is een beetje gistwerk, een beetje handwerk. Vind je bijvoorbeeld de smaak van kurkuma heel lekker? Nou, dan doe je wat meer kurkuma. Vind je de smaak van korianderzaad heel lekker? Dan doe je wat meer. En je ziet, het begint al meteen te roken. Dus neem ook gerust die pan even van het vuur en vermeng de kruiden goed. Je moet het ook ruiken. Je moet het echt even de smaak goed ruiken, want dan geven ze hun aroma af. Nou, we gaan nog een beetje kaneel toevoegen. Dus echt binnen een paar minuutjes klaar, geloof me. En volgende week zal ik even kijken met de kruiden die ik nu gebruik. Oeh, daar gaan ze al, hè? Grappig, hè? Dus het is van de... Is de bedoeling? Dus schrik niet. Misschien een beetje veel kaneel. Zo. Je ziet, ik doe dit echt gewoon op de hand. Ik speel het met de temperatuur van de pan. Nou, dan gaat hij uit. Ik zet hem eventjes heel laag op 60. En ik voeg er een klein beetje olie toe. Voeg je nog wat sesamzaadjes toe. Dit is zwart sesamzaad, gewoon omdat ik dat leuk uit kunt zien. Maar je hebt ook, met bijvoorbeeld knoflooksmaak, lichte sesamzaadjes. Je hebt ook hele neutrale sesamzaadjes. Sesamzaadjes zijn gewoon ontzettend goed voor de longen. Dus ook deze doe je toevoegen. Ik heb zonnebloempitten. Pitten verhogen ook weer de voedzaamheid. Je kunt het je ook makkelijk maken door gewoon zo'n hele pot te kopen. Kan je ook zo graag, zodat maanzaad zit erbij. Dit laten we even de temperatuur komen. Mosterdzaad is nog steeds aan het ploffen. Door het ploffen van de mosterdzaad komt ook hier dus weer de smaak erbij. Zo. Het enige wat ik daarin nog hoef toe te voegen is een beetje kokos. Dat doe ik nu niet, want kokos heeft minder warmte nodig. Nou, ik zet dit uit. Zo. Deze snacks. Deze cornflakes moet ik eigenlijk zeggen. Die zijn verkrijgbaar bij de natuurwinkel. Maar de grote supermarkt hebben ze ook liggen. En dan met de glutenvrije producten. Dus daar kun je ze ook vinden. Nou, dit gaan we gewoon hier erheen roeren. Ik doe het ook niet in één keer. Zo kan ik namelijk doseren. Van ja, hoeveel heb ik nodig? Dat vind ik lekker. Het ruikt in ieder geval super lekker. En nogmaals, het is niet een eetlepel van dit of een eetlepel van dat. Je moet hier gewoon je eigen smaak weten te maken. Probeer wel niet te veel olie te gebruiken. Hoe minder olie je gebruikt natuurlijk, hoe beter het is. Nou, ik proef natuurlijk. Ik kan wat toevoegen, dus ik neem hier gewoon een flinke scheut van. Misschien vind je het zelf wel lekker, als er niet zo heel veel smaak aan toegevoegd wordt. Ik vind het wel lekker als het wat hoger op smaak is.
Ja, nu kan ik het, nu het nog warm is. De kokos toevoegen is optioneel. Vind je kokos helemaal niet lekker, doe het dan vooral niet. Laat het dan vooral weg. Maar misschien heb je nog kokos liggen van vorige week, van truffels. En denk je, ja, ik heb zo'n hele grote zak gekocht. Wat moet ik daar nu mee? Nou, die kun je dus heel mooi gebruiken in de chivado snack. Nogmaals, ik heb toegevoegd korianderzaad, zonnebloempitten, sesamzaad, de cornflakes, curry of kurkuma en een beetje kaneel en olie. Nou, dit laat ik even afkoelen. Zodra het afgekoeld is, gaat dit dus in mijn pot en heb ik straks om 4 uur of vanavond voor de tv weer een lekkere snack. Volgende week ben ik weer, gaan we weer een snack maken. Ik ga in elk geval proberen om in het recept, wat ook toegevoegd is in de nieuwsbrief, of in het volgende hapje, weer iets te maken met dezelfde kruiden. Want hoe vaak is het niet dat je in een recept ziet, die en die kruiden heb je nodig en daarna staat het maar in je keukenkastje. Dus in een van de twee volgende recepten zal weer iets van deze kruiden verwerkt worden. Ik wens jullie een hele fijne week en ja, blijf gezond. Doei!